Welkom bij vlog nummer 14 met Samuel, uiteraard. Yo man. Yo man. We gaan lekker ijsjes eten. Lekker. En ijstee drinken, wat niet zo heel erg ijstee is, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon vaag water met vage limonadespul erin. Waarschijnlijk wel, ja. Ja man. God is goed, het weer is niet zo goed. Ik vind het wel steeds. Beter dan regen of sneeuw. Ja, dat klopt. Ja man. God is goed. Ja, we hadden het net over misschien een beetje delicate, onderwerp. Maar ja, vroeger, we hadden het net over, we zijn allebei opgevoed met het idee dat de Bijbel 100% foutloos is. En dus tijdens evangeliseren zou het ook zeggen, maar de Bijbel is foutloos. Spreekt zichzelf niet tegen. En ja, zo ben ik opgevoed, waarschijnlijk de meeste van ons. En sommigen van ons zullen er waarschijnlijk nog steeds denken, is prima. Maar waarom staat in het evangelie zien we dat Jezus een vijgenboom vervloekt? En enkele uren later is hij verdord. En het andere evangelie is het een dag later. Waarom spreken prediker en spreuken elkaar zo vaak tegen? Dat zie je in de volgende aflevering. gewoon om een paar... Zo klinkt het echt. Ja. Waarom? Oké, dat zie je in de volgende aflevering. Baby, dans op de vloer. Hey. Waza! Wow! Alberto vindt het ook helemaal geweldig. Yo man. Hallo. Dit is het evangelie van Silas. Hallo! Hey, helemaal mooi. Hoppa! We zijn op weg naar de co-op. Want we hebben zin in een toetje. Dus wij zitten een soort van hier op een fiets te knallen. Hey. Ja, dit is hartstikke belangrijk natuurlijk. Iedereen mag weten dat Jezus leeft, maar ook dat Daniel gewoon zin heeft in een ijsje. Dus. Halleluja. Amen. Die band is echt plat als een pannenkoek. Plat als een pannenkoek, jongens. Hey, we wouden nog even inhaken op. Ja, op waar we het eerder over hadden. In Amerika heb je deze hele beweging. Het gaat lekker hard, want er zijn van die auto's hier. De King James Only beweging, misschien heb je wel eens van gehoord. Maar de Engelse statenvertaling of Amerikaanse statenvertaling is eigenlijk de King James. Die is in 1600 zoveel geschreven, vertaald uit de Latijnse Vulgata. Alleen het punt is, de Latijnse Vulgata is een zogeheten rip-off. Het is niet de originele grondtekst. Het is zeg maar een van de meest betrouwbare bronnen, omdat veel woorden zijn er vanuit het Latijn. Veel woorden zijn de interpretatie en die is dus allemaal vertaald. Dus er zit een stap tussen. En King James wordt door de King James Only mensen wordt gezien als het woord van God. Dit is het absolute woord van God. Je moet niet zitten aan de King James. En ze willen ook niet. Sommige mensen zijn zo sterk daarin, ze willen niet eens de nieuwe King James lezen of andere vertalingen. Ook al zeiden de schrijvers van King James dat het beter is om meerdere vertalingen te lezen. En algemeen bekend is dat King James een van de minst accurate vertalingen is. En dus soortgelijk hebben we dat met de Nederlandse Statenvertaling, die ik trouwens best wel goed vind. Maar mensen zien dus een bepaalde vertaling, zien ze als Gods woord, daar moet je niet aan komen. Alleen het punt is, we hebben ook nog andere, andere grondteksten. Grondteksten die elkaar soms tegenspreken, kleine dingetjes. Sterker nog, de overblijfselen van de oude geschriften, van het Oude Testament, die verschilden een aantal dingen, gelukkig niet al te veel, van de Qumranrollen die we in de jaren 50 hebben gevonden in Israël. Of de jaren 40, 49 volgens mij. Dus mijn punt is, wat ik wil maken is, niet elk woordje letterlijk is overgegeven van God. Alleen de originele tekst is dus geïnspireerd. Dus God heeft er overheen geademd. Zoals jij een mooi poëtisch ding kan schrijven en God heeft er overheen geademd. Dat betekent niet letterlijk elk woordje komt van hem. Nee, wij als mensheid hebben het op een pen gezet. En dat is een punt wat ik wil maken is, soms zien we gewoon echt tegenstrijdigheden in de Bijbel. En het zal voor heel veel mensen, en ik eerlijk gezegd, mensen zullen waarschijnlijk religieus reageren op deze statements. Omdat voor hun is de Bijbel hun God geworden. En het is misschien heel hard dat ik zeg.
Maar weet je, ik heb er ook gezet. Ik ben opgevoed met het idee dat dat de Bijbel perfect is, foutloos is. Maar ik ben veel Bijbel gaan lezen en ben tot de conclusie gekomen dat het niet waar is. Salomo in Spreuken, die spreekt zichzelf tegen, even later in Prediker. In Spreuken zegt hij, geld, wat doet het ertoe? Het gaat om wijsheid. Vervolgens zegt hij, in Prediker, nou, geld is best wel handig. En het is een beetje genuanceerd gezegd, want hij zei eigenlijk, met geld kan je alles. En hij zei, met geld kan je niks. En dat is een van de vele voorbeelden. En het is niet dat Salomo beide keren Gods stem spreekt. Het is uiteindelijk geïnspireerd, alleen Salomo spreekt zichzelf tegen. Waarom? Omdat hij Prediker heeft geschreven na dat hij met 800 vrouwen in het bed is geweest. En hij heeft zich bekeerd van zijn zonde en voelde zich helemaal schuldig. En dus hij kende Jezus nog niet. En dus het punt dat ik wil maken is, wij zoeken vaak leven in het schrift, maar we realiseren niet dat de schrift wijst naar Jezus. En in Jezus vinden wij leven. Ja man. En dus het punt wat we eigenlijk willen maken is Jezus Gods woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Johannes 1 vers 1. In Johannes 1, Johannes herschrijft eigenlijk daarmee Genesis 1 vers 1. Waarin staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij schiep het door het gesproken woord met de geest die stond te wachten op wat Gods woord wou spreken. En dus we zien dus dat wij dat God door zijn geest en door het woord dingen schept. Alleen, het was niet de Bijbel aan het begin, jongens. Het was Jezus Christus aan het begin. En waarom is dit belangrijk? Nou, als iets in de Bijbel niet in lijn is met het karakter van Jezus. Want in Jezus zien wij God. En dit is de kern. Dan mogen wij serieus betwijfelen of het wel God is die er spreekt. Snap je? Op een gegeven moment in Psalmen zien we dat David het idee heeft dat God baby's op de rotsen kapot wil slaan. Nou ja, Samuel hier heeft een baby. En ik kan zich niet voorstellen om zijn baby op de rotsen kapot te slaan. En zo heeft God de hele mensheid lief. En dat zien we in Jezus. En dus uiteindelijk, Jezus heeft onze illusie van een slechte vader weggehaald door aan het kruis te hangen als Jezus. En door te zeggen, vader vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen. En dus mijn motivatiepunt of oproeppunt voor jullie is, als jouw beeld van God niet in lijn is... Hoi! Als je beeld van God niet in lijn is met het beeld wat Jezus had van de Vader, dan mag je er serieus aan gaan twijfelen. En dat is misschien heel lastig. Weet je, als ik dit 10 jaar geleden tegen mezelf zou hebben gezegd, dan had ik mezelf voor een dwaalleraar uitgemaakt. Alleen, nu realiseer ik me dat Jezus echt het woord van God is. Dat de Bijbel nooit van zichzelf zegt, dit is het woord van God. Maar dat het gewoon de Bijbel is een bundel, het is een bibliotheek, geschreven in allemaal verschillende tijden, in 2000 jaar tijd. Door allemaal verschillende mensen, andere talen, andere culturen. En God ging met z'n allen een relatie aan. En zo zien we een levenswandel of een reis tussen de mensheid en God. En uiteindelijk liet Jezus zien hoe we perfect samen met de Vader kunnen wandelen. Dus ja, guys. Amen. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Het is, dat kost me toch wel wat moed om het zo uit te spreken. Omdat ik weet dat ik allemaal shit over me heen kan krijgen. En ik krijg ook vaak genoeg nog steeds shit over me heen. Maar dat maakt me niet uit, weet je. Dit heeft me vrijgezet om een openlijke, levende relatie te kunnen hebben met God de Vader. Omdat God de Vader niet zo anders is dan Jezus. Amen. Later, guys.